Je kunt je vragen live stellen. En dan, dan lees ik hem in de chat en dan antwoord ik hem. En ik heb ook al een andere vraag nu net gekregen, dus ik zal daar even... Ik zal eerst eens even vertellen waar ik allemaal mee bezig ben. Sinds ik terug ben uit Amerika, op een of andere manier heb ik heel veel mensen die vragen... Het begint eigenlijk eerst een beetje voor de grap, van kan je ook niet een keer een weekje bij mij thuis komen en dat Healing Hearts Camp bij mij thuis doen. Dus toen ben ik eigenlijk met deze mensen in gesprek gegaan. En ik heb ze eigenlijk verteld dat dat gewoon in Amerika bestaat. In Amerika geven ze eigenlijk heel anders traumatherapie. Ook niet allemaal natuurlijk, maar er zijn daar heel veel mensen die het gewoon een stuk beter snappen. En wat het allerbeste helpt is eigenlijk ook wat we op de kampen doen. De Healing Heart Camps, dat zijn gewoon kampen waar je een hele week met je hele gezin gewoon een week gaat meedraaien. En dan tijdens eigenlijk het leven met je gezin word je gecoacht door ons. En als er hulp nodig is door therapeuten. Dus het is eigenlijk een hands-on compleet pakket wat je aangereikt krijgt tijdens zo'n kamp. Maar dat gebeurt dus ook 1 op 1. En ik heb het vorig jaar al een aantal keer als een soort van pilot gedaan. Gewoon als een soort supernanny meekijken. En dan van daaruit stapjes maken. En dat ben ik eigenlijk nu aan het uitwerken. En toen dacht ik van... misschien wil ik daar in de zomervakantie mee beginnen, want waarschijnlijk als je kijkt en je bent ouder van een kind met hechtingsproblemen, dan denk je, oh, die zomervakanties, überhaupt de vakanties, die zijn voor ons echt verschrikkelijk, want dan valt alle routine weg en alle andere plekken waar ze overdag ook soms een paar uur zijn. Dus dan heb je ze 24/7 met je veilig hechte kinderen en je onveilig hechte kind en is het echt chaos. Dus eigenlijk voor die situatie heb ik in de afgelopen dagen heb ik eigenlijk iets voor je bedacht. En dat heb ik de Super Summer Rescue genoemd. En nou, binnenkort zal ik er meer over vertellen, maar ik heb in de afgelopen dagen heb ik hem eigenlijk een beetje neergezet. Dat ik dacht van, oh ja, dat is wat ik aan de aankomende zomervakantie met je wil delen. En dat werkt eigenlijk een beetje op de manier van een Healing Hearts Camp. Dus ik kom echt als een soort van super nanny. Hey Debbie, goedemorgen. Ik ga met Debbie ook nog een leuke dingen doen. Maar dat Super Summer Rescue is eigenlijk iets wat ik in de zomervakantie dan met je wil gaan doen. Ik heb ook maar plek voor 5 mensen. Dan ga ik echt 5 dagen met je meekijken. Kom ook bij je thuis. Ik ga eerst bij je observeren en daarna gaan we eigenlijk stap voor stap kijken hoe jij alle tools kunt integreren om eigenlijk een ommekeer te maken in het hele van het brein, in het... Ja, het gezinsleven wat nu ja, op een gegeven moment toch best wel vastloopt natuurlijk. Dus dat is waar ik in mijn afgelopen dagen mee bezig ben geweest. Dus dat komt er binnenkort aan. Er zijn er ook al een aantal mensen waar ik mee in gesprek ben. Dus ik weet niet hoeveel ik er uiteindelijk ook nog verder kan neerzetten. Want dat is heel intens natuurlijk. Daarnaast heb ik ook nog iets anders heel leuks. Ik mag komen spreken... bij de vakinspiratiedag van Stichting NISA. Dus dat is een gastouderorganisatie, een soort overkoepelend orgaan. En die organiseren een vakinspiratiedag. En de titel is Hechting bij het jonge kind. Dus dan hebben ze ook mij gevraagd. Dus voor degenen die dat leuk vinden, die het leuk vinden om mij te horen spreken. Zaterdag 29 juni. En het is in Almere. Even kijken of ik het adres kan vinden. Er komen ook nog meerdere sprekers. En ik heb ook het evenement op mijn Facebookpagina gezet. Kan je er ook nog naar kijken. Maar ik kom daar in ieder geval... Ik krijg 2 keer een workshop van 2 uur. Dus je kunt me 2 keer horen spreken. En het is... Oh, Simon van Kolmstraat. Nou goed, dat zegt me voor de rest niet zoveel. Maar het is in ieder geval in Almere. Dus degene die... dat interessant vinden, want je bent dus van harte welkom. En dan moet je even op mijn site kijken voor de details. Nou, dat was even de praktische informatie. Ik kreeg vanochtend al een vraag binnen. En dat is een vraag van een mama. En die zegt, beste Esther. Sinds een van je vorige live video's, dus mijn vorige uitzending denk ik dat ze bedoelt, gebruik ik de checkmethode. En daarin vertelt ze dus dat de kinderen nog even moeten wennen aan wat ze daar nou eigenlijk mee moeten. Want wat schrijft ze daar? Nou, ik zal eerst even vertellen wat de checkmethode is. vanuit Amerika op de kampen en vanuit de trauma-experts die ik volg, hebben we een bepaald protocol hoe je kinderen corrigeert bij onaangepast gedrag. Nou is het een beetje kort door de bocht om dat hier tijdens die uitzending echt helemaal goed te kunnen uitleggen, maar het komt wel regelmatig voorbij. En deze mama heeft gewoon met die beperkte informatie al een stap gemaakt. Dus dat is al helemaal cool natuurlijk. Eigenlijk moet je dat gewoon in een training doen, moet je even goed met elkaar kunnen oefenen en... Ja, dus, want het klinkt namelijk heel makkelijk, de 2BI, maar hij is toch wel een stappenplan wat je opnieuw moet gaan aanleren. Maar deze mama was gewoon zo stoer om het vanuit mijn uitzending gelijk toe te passen. Maar wat we eigenlijk doen, zij noemt het check, maar het is eigenlijk een methode. Wij noemen dat dan de 2BI, Brain Based Intervention. En dat is ontwikkeld eigenlijk vanuit de onderzoeken van Bruce Perry, van hoe dat brein nou in elkaar zit en hoe je onaangepast gedrag kunt straffen. He, wat we eigenlijk als normale ouders hebben aangeleerd. Dat als je je niet gedraagt, straffen we je. Vind je dat vervelend? En komt het weer goed, want dan ga je weer gedragen. Maar goed, de ouders die mij regelmatig volgen, die zijn er al lang achter gekomen. Dat je op die manier niet onze kinderen kunt opvoeden, want dat werkt dus niet. Maar daar is dus die 2BI voor, dus dat Brain-Based Intervention. En wat doe je dan? Als je kind onaangepast gedrag laat zien, dan noem je een check. En dat is zeg maar het codewoord. En daarna laat je ze eerst een bouncing activity doen. En daarna heb je een heel klein stappenplan. Je laat ze eventjes een bouncing activity doen. Of je laat ze een potje voetballen. Of ze gaan in strong sitting. Dat is een soort meditatieve houding om weer online te komen. En dat is wat we allemaal aanleren in de kampen. Dus daarom is het ook lastig om dat vanuit mijn uitzending dan toe te passen. En daar vind ik het ook zo stoer dat ze het heeft gedaan. Maar je geeft ze een bouncing activity of een beetje een yoga houding om weer online te komen. Want onze filosofie is, je kunt kinderen niet corrigeren als ze nog in overlevingsmodus zitten. Dus je moet ze eigenlijk, ik leg dat altijd uit aan de hand van mijn hand. Als onze kinderen door iets geraakt worden, door de traumatriggers, dan zitten ze dus hier en dan zitten ze dus niet in het limbisch systeem en neocortex. Maar waar doe je logisch nadenken? In je bovenste lagen, je frontal lobes noemt het Bessel van de Kolk. Daar kun je logisch nadenken. Maar als dit offline staan, dan zitten ze alleen nog maar hier. Dat is fight, flight of freeze. En dan kun je eigenlijk, kunnen zij niks met zichzelf en jij kunt ook niks met die kinderen. Dus die moeten eerst zeg maar weer online komen. Nou, als ze onaangepast gedrag hebben laten zien en ze hebben up en down gebounced of ze hebben aan strong sitting gedaan. Dan komen ze daarna naar je toe en dan en jij bepaalt dat moment. En dan vraag je dus, wat is er gebeurd? Moeten ze eerlijk antwoord geven? En dan heel veel knuffels tussendoor tussen elke stapjes. En dan uiteindelijk, wat ga je doen om het goed te maken? En wanneer ga je het goed maken? Maar deze mama die was daar gewoon mee aan de slag gegaan. En dat was echt super, dat vind ik echt super cool van de... Hallo iedereen die meekijkt. Ik kan nooit iedereen zien, maar ik zie wel Debbie en Deborah. Dus leuk dat jullie kijken. Maar deze mama zegt dus, mijn zoontje, adoptiezoontje van 11, die zegt... Ik vond jou veel leuker voordat je steeds check zei. Vind ik op zich wel grappig. En de reactie van mijn oudste adoptiezoon van bijna 13. Ja, ik ga toch zeker niet mijn armen en handen over elkaar kruisen midden in de klas. Dan vindt iedereen mij raar. Dus, nog tips. Want volgens mij helpt het wel om een stressaanval te doorbreken. Nou, groetjes van mama. Nou, dankjewel voor je verhaal natuurlijk. Elke verandering die je toepast in het opvoeden, gaan helemaal onze kinderen daarop ageren. Die kunnen natuurlijk helemaal niet tegen veranderingen. Die vinden sowieso overgangen en veranderingen lastig. Plus ze zijn natuurlijk ook gewend om met hun gedrag ons helemaal in de tang te hebben. Dus daar gaat natuurlijk een reactie komen. En dat was ook zo mooi bij ons op het kamp. Vooral de eerste dagen. Kijk, wij weten natuurlijk al wat er aankomt als programma. Kinderen hebben nog no clue, ouders ook niet, want... Ja, Nancy noemt ze altijd de pooped parents. Die zijn gewoon zo oververmoeid en stoom uit hun oren van stress. Die weten ook niet wat ze overkomt. Maar doen we gelijk al dezelfde avond als ze aankomen. Dan doen we dus de nieuwe methodes toevoegen. Aanreiken om te gebruiken. En die kinderen die weten niet wat hun overkomt. Want op een gegeven moment zijn zij dus niet meer degene die de boel kunnen verstieren. Want wij nemen het gelijk over. Dus wat ik eigenlijk tegen deze mama wil zeggen. Super cool dat je daarmee aan de slag bent gegaan. Zonder dat je eigenlijk goed daar training in hebt gehad. Hè? Want wij doen een hele week de ouders trainen om die 2BI of die checkmethode toe te passen. Maar ik denk vooral als je het in je eentje doet zonder dat je daar goed in hebt geoefend of een dag voor hebt gehad, is het heel moeilijk om dat te integreren. Dus als het deze mama lukt, dan kan ze dus ook die weerstand verwachten. En dan is het dus heel erg belangrijk dat je dus volhoudt. Want als zij merken, oh ja, het is wel een hele rare nieuwe opvoedmethode, ik stop daarmee. Of ik volg het niet op. En deze mama raakt daar onzeker over. Ja, dan gaat het dus uiteindelijk niet werken. Dus je moet wel echt goed zelfverzekerd zijn en deze nieuwe methode toepassen. En de weerstand die de kinderen nu bieden, is eigenlijk iets wat erbij hoort. Want op de campus zien we ook dat ze komen zondagmiddag komen ze aan en tot en met woensdag. Nu was het afgelopen jaar was het wel wat minder. Was het eigenlijk al dinsdagavond dat het wat rustig werd. Maar meestal is het zeg maar halverwege de week. Dus al die tijd daarvoor zijn die kinderen helemaal aan het stoeien met, hé jongens, ik dacht dat ik hier de boel altijd kon verstieren en alles kon op mijn manier. En opeens gaat het anders. Dus eigenlijk zou ik tegen deze mama willen zeggen, het hoort erbij dat die kinderen zoiets hebben van, hallo, maar waarom gaat het nu opeens op deze manier? Maar wat wel is, als deze moeder zou doorzetten, dan komen de kinderen er ook achter. Oh, het is eigenlijk helemaal niet nodig om elke keer uit mijn dak te gaan en alles naar mijn hand te zetten. Ik moet een klein stappenplannetje met mama doorgaan. En dan is mama alweer blij. Dus ze moeten nog even een overgangsperiode door. En de andere opmerking van de zoon van 13, die zegt, en dat vind ik ook wel terecht, ja, ik ga toch zeker niet met mijn armen en mijn handen kruisen midden in de klas. En dan vindt iedereen mij raar. En dat is nou juist zo jammer. En de moeder heeft gewoon hele goede intenties en die ziet ook van, ja, hè, wat er nu op school wordt gedaan voor mijn kind, of hè, hoe ik nu opvoed, dit moet anders. Maar het is heel lastig als je bijvoorbeeld een school niet mee hebt. En dat is juist zo mooi, dat ik dan 1 keer in de zoveel tijd dan echt een week lang dus bij die trauma-experts ben. Want die doen dus niet alleen die kampen. Die doen het ook soms in gevangenissen, heel vaak op scholen. Dus dan zijn hele scholengemeenschappen eigenlijk geoefend in de methodes die wij aanleren tijdens zo'n kamp. Dus ja, dat zou natuurlijk een ideale situatie zijn als deze mama het zou kunnen overbrengen op school. En dat meestal in Amerika zeggen ze ook van, we doen dan eerst 1 klas. Hè, want scholen zijn ook altijd een beetje sceptisch. En dan zien ze natuurlijk op andere scholengemeenschappen gebeuren. En dan zie je gewoon een hele andere energie ontstaan. Dus dan doen ze meestal alleen 1 klas. En dan zien ze dat daar al gewoon zoveel wordt verbeterd. En dan doen ze het meestal over op een hele scholengemeenschap. Maar dat zou de meest ideale situatie zijn. Dat deze kinderen thuis die methode aangeleerd krijgen, maar ook op school. Maar goed, dat is wel een droomland. Vlalaland, want dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar wat die jongen dan, haar zoon ook zegt, ik ga toch zeker niet met mijn armen en mijn handen kruisen en dan midden in de klas zitten. Dat begrijp ik heel goed. Dus ja, dan doe je het natuurlijk waarschijnlijk niet. Want je wilt als kind wil je erbij horen. Helemaal als je hechtingsproblemen hebt, dan ben je vaak wel anders dan anders. Dus dan wil je als kind 1 ding, normaal zijn en erbij horen. Dus dan gaat hij natuurlijk niet in een hele gekke houding zitten. En dat begrijp ik heel goed. Als hij het zelf gelooft of als hij wel zelf snapt van hé, het werkt toch wel, kan hij bijvoorbeeld wel minder opzichtig doen. Hè? Want je kan onder je tafel kan je toch nog wel in die zit gaan zitten. Alleen heb je hem dan niet helemaal zo. Maar hij is dus echt wetenschappelijk ook onderzocht. Ook vanuit de universiteit in Amerika. En die strong sitting die helpt gewoon heel erg. Dus maar ja, ik snap ook dat die jongen zegt, ik ga natuurlijk niet voor lul staan in mijn klas. Maar er zijn ook allemaal andere tussenstapjes te bedenken als die jongen echt voelt van, hé, dit is iets voor mij. Nou, vond ik een hele leuke vraag die dan vanochtend al binnenkwam. Even kijken, eventjes wegzetten wat ik al heb verteld. Als er vragen zijn vanuit de live mensen die meekijken, mag je hem gewoon in de zijbalk zetten. En anders ga ik naar alle vragen die in de loop van de week binnenkomen. Dus even kijken. Ik zal maar gewoon met eentje beginnen. Nou, ik begin wel gewoon met eentje voor te lezen. Dat is dan iemand die blij is dat ze een pagina heeft gevonden. En wat zegt ze? Ja, dit soort bericht ik eigenlijk ook heel vaak. Nou ja, dankjewel dat je er bent met Als Hechten Niet Vanzelf Gaat. En dan zegt ze, ik ben zelf ook onveilig gehecht met beide ouders. En loop hiermee stuk in relaties. En weet nu sinds een jaar wat er echt met me aan de hand is. Kijk hoe oud ze is. Dat zegt ze niet. Ik krijg ook heel vaak lange mails van oudere mensen. Soms echt drie. Ik heb er eentje van 65 gehad. Eentje van 53. Die eigenlijk mijn website hebben gevonden. Het hebben gelezen. En dan schrijven eigenlijk net als deze mevrouw. Ik snap eigenlijk nu pas een beetje wat er met me aan de hand is. Dan zijn ze helemaal volwassen geworden. En hebben ze al heel veel problemen gehad ook. En dat staat hier ook. Ik loop hiermee stuk in relaties. En ik weet nu eindelijk een beetje wat er aan de hand is. En waarom mijn liefdesrelaties steeds stuk lopen. En dan vraagt ze dus, ken jij een forum of een groep waar volwassenen samen kunnen komen? Dat weet ik niet. Ik kan haar wel vertellen dat ik zelf ook onveilig gehecht ben. En dat ik juist door het onderzoeken van mijn dochter erachter ben gekomen. Waarom ik mezelf soms een beetje raar vond. En nu kan ik dat gewoon veel beter herleiden naar. Oh, ik ben ook gewoon onveilig gehecht. Met vooral met mijn moeder, niet zozeer met mijn vader. Maar mijn vader was er nooit. Dus ik kan heel goed begrijpen dat deze mevrouw ook op zoek is naar een forum voor volwassenen. Maar ik weet ze niet. Dus misschien de mensen die kijken. Hey Katie, wat leuk dat je kijkt. Ik weet het niet. En mijn focus is natuurlijk de kinderen en mijn eigen dochter. Dus ik groei eigenlijk een beetje met mijn dochter mee, die inmiddels ook al volwassen is. Dus wie weet zijn er ook wel mensen in de groepen van Als Hechten Niet Vanzelf Gaat waar je terecht kunt. Ik kan me niet voorstellen dat er in mijn groepen geen volwassenen zitten met de diagnose. Ik ben er in ieder geval zelf eentje van. En dan zegt ze ook, ik kom veel ouders tegen van een kind met onveilige hechting. Maar ik ben op zoek naar gelijkgestemden voor mezelf. Nou, ik hoop dat misschien de andere mensen die kijken en zeggen van, joh, ik ben zelf ook onveilig gehecht. Of ik weet misschien wel iets. Laat het weten. Of, en ik zou ook deze dame willen uitnodigen om gewoon naar de groep te gaan. Oh, hey! Ik zie een antwoord van een vraag die ik eerder heb beantwoord. Mea zegt, dankjewel voor je antwoord. Ik ga het op school bespreken. Er zitten maar 15 kinderen op de hele school. Oh, zo, dat is een klein schooltje. Dus het is niet onmogelijk om deze methode op te pakken voor de hele school. Nou, ik weet niet hoe vrijdenkend die school is. Maar als ze misschien nog een extra informatie of verdieping willen hebben. En ze hebben daar een budget voor. Dan zouden ze ook mij kunnen uitnodigen. Dan kom ik dat gewoon een dagdeel of een dag is te groot denk ik. Maar een dagdeel met z'n delen. Als ze dat interessant vinden. Dat is ook wel fijn zeg. Een school met 15 kinderen. Dat gebeurt niet vaak. Maar dankjewel. Even kijken. Oh ja, dit is een andere vraag. Die wilde ik eigenlijk vorige week ook bespreken. Maar dat kwam er niet van, want toen waren er heel veel lijvragen. Dit is een andere vraag van mama. Onze pleegdochter van 10 heeft het de laatste tijd over dat ze heel veel pijn heeft. Dan wil ze niet meer lopen, wil haar schoenen niet meer aan. Gaat heel veel huilen, klagen, piepen. Maakt er hele grote drama's van. Het lijkt alsof haar voet echt gebroken is. Ik mag er nog niet eens naar wijzen. Als ze er even niet aan denkt, loopt ze weer gewoon en er is er niks aan de hand. Wij denken zelf dat het een schreeuw om aandacht is. Ik merk aan mezelf dat ik hier heel slecht tegen kan. Heb je nog tips voor ons? Ik weet het ook niet meer wat ik moet geloven bij haar. Wat er onlangs wel is veranderd, is dat er bij ons thuis een pup is. Dus ze hebben een jong hondje, wat ze heel erg spannend vindt. Nou, ik vind dit altijd van die hele leuke vraag om te beantwoorden. Want ik ken het. Ik ken die irritatie over de meest gekke dingen die ze verzinnen. En waarschijnlijk een ouder van een veilig gehecht kind die denkt echt van wat ik nu ga antwoorden kan echt niet. Maar dit is dus wel de strategie die bij onveilig gehechte kinderen werkt. Ik zou wel altijd eerst heel goed uitzoeken of ze echt geen pijn heeft. Want ik probeer dat altijd wel een beetje compleet uit te leggen. Aan de ene kant kunnen ze dingen enorm, inderdaad wat jij zegt, vol drama neerzetten. Dat je aan jezelf gaat twijfelen. Aan de andere kant kunnen er soms dingen spelen die ze niet goed kunnen voelen. Dus aan de ene kant hebben ze alle tools in handen om er ergens theater van te maken. Dat je echt denkt van, ja, misschien heeft ze wel echt die voet gebroken, dat doen ze zo goed. En aan de andere kant hebben ze ook soms dat er echt iets mis is en ze dat niet goed kunnen voelen. Dus ik vind dat altijd heel lastig om dat goed te onderzoeken. Dus ik zou dat altijd allebei onderzoeken. He, van, is het echt, heeft ze echt niks? Maar in het hele kleine verhaaltje wat ik van jou nu lees, pleegmoeder van een dochter van 10 jaar. Wat wij bijvoorbeeld zouden doen als we zeker weten dat ze dus geen gebroken voet heeft. Omdat je zegt, hè, ze loopt ook soms opeens verder en is niks aan de hand. Is juist met haar drama meegaan. En dat klinkt heel gek. Maar dat noem ik altijd het omopvoeden. Omdat ik er ook geen betere naam voor weet. Maar als zij dus met dit drama, als ze nou volgende keer met dit drama weer aan de gang gaat. Of aan de slag gaat. Hè, dus ze zit weer in de drama queen modus. Dan ga je helemaal met haar meedoen. Want als je nu er steeds tegenin gaat, of zegt, doe nou rustig, doe nou normaal, dan weet ze al dat jij geïrriteerd bent als ouder. En dat heb je waarschijnlijk al geprobeerd en dat werkt niet. Dus je moet hem omdraaien, dus omopvoeden, omdenken. Dus als zij weer met veel huilen, klagen en piepen zegt dat haar been gebroken is, ga helemaal in het verhaal mee. Ontpop je als een Florence Nightingale en ga zeggen dat ze kan dan niet buiten spelen. En dan is ze ook te moe om op een apparaat te zitten. En kom, ik ga een kopje thee voor je maken, ik ga een kopje soep. Dus je gaat helemaal mee in het drama. Maar ondertussen beperk je haar wel in de dingen die ze kan. Want als ze gebroken voet heeft, kan ze niet buiten spelen. En dan op een gegeven moment zie je echt, als je aan dat omopvoeden of aan het omdenken bent, dat ze denken van, oh, nou is het eigenlijk niet meer leuk, want ja, ik had jou helemaal op de kast toch, want het was toch zo irritant als ik zo heel erg met die voet bezig ben. Dus dat zou ik echt aan deze mama willen adviseren, dat als ze heel erg in dat drama meegaat, zorg wel eerst goed dat je echt weet dat ze niks gebroken heeft, want heel veel van onze kinderen hebben een hele hoge pijngrens. Ik moet er bij mijn dochter ook altijd weer goed op letten van, heeft ze toch niet echt koorts? Die loopt ook veel te lang door met haar lichamelijke klachten. En soms is dat goed, want ze zijn hartstikke sterk. Maar soms moeten ze even afgeremd worden omdat ze dat zelf niet kunnen voelen. Dus dat zou ik echt even goed uitzoeken. Maar als je weet, oh, dit is gewoon een drama queen aanval. Ik heb er ook over in mijn boek, in een hoofdstuk. Dan kan je daar dus echt heel veel plezier aan beleven. En dan moet je het gewoon helemaal mee gaan spelen. En een afspraak maken bij de dokter. En dat hele drama meespelen. En daarin wel die beperktheid aanbrengen. Want ja, als je voet is gebroken, dan kun je geen leuke dingen doen. Nou, dan kan ik je echt garanderen dat het snel over is. Nou, dit was een vraag die via Messenger was binnengekomen. Dus even kijken of we nog... Er zijn geen live vragen van de mensen die kijken. Dus dat is helemaal goed. Dan gaan we even kijken. Dus even kijken. Dit is een andere vraag. Ik weet niet of ik mijn vraag zo aan jou kan stellen. Maar heb je ervaringen met instellingen die gespecialiseerd zijn met hechtingsproblematiek? Ik heb een zoon van bijna 12. En ik ben me aan het oriënteren. Of als het straks thuis echt niet meer gaat, kan je nagaan. Die zijn dus al aan het onderzoeken hoe dat nou strakjes moet. En dat ken ik heel goed, dat punt. Dat is echt heel heftig. En dan heeft ze het ook over hoe sta je tegenover geweldloos verzet, een methode waar wij nu mee gaan werken. Omdat hij toch begrensd moet worden in zijn gedrag, vooral naar mij toe. Geweldloos verzet, ik weet niet zo goed wat dat is. Ik heb het wel eens vaker voorbij zien komen of horen komen. Ik weet het niet, dus ik kan daar eigenlijk ook niet in... adviseren of ik weet wel dat ik net weer zelf ook mijn eigen mijn blue card, ik kan dat wel laten zien, maar ik ben wel trots op CPI blue card, dus dat misschien is dat ook een beetje geweldloos verzet. Maar als wij dus op de kamp in Amerika gaan werken, hebben we eerst een 3-daagse training waarbij we vooral de eerste tekenen van een dysregulated brein herkennen. He, dus ik heb het er heel vaak over. Dus rode oren, een gelaat wat heel erg blank wordt, grauwig wordt, of juist met rode blosjes. Een stem die verandert, dus die gaat of hoger, of lager, of langzamer, of sneller praten. De bewegingen van een lijf. Dus we leren heel erg kijken naar voordat een kind uit zijn of haar dak gaat, die tekenen. En die leren we dan natuurlijk ook weer aan de ouders. Want die weten dat meestal wel, maar die kunnen dat dan niet koppelen aan een actie die ze kunnen toepassen. Dus als geweldloos verzet in die trant een methode is, dan is het een hele goede methode. Wij leren dus in die CPI training in Amerika. Dus hoe kun je de juiste tekenen al herkennen voordat het uit zijn dak gaat, zijn of haar dak gaat. En als dat dan, ja, 9 van de 10 keer gaan ze sowieso wel uit hun dak, want ze moeten nog leren reguleren. Dan leren we ook daarna hoe we ze zo veilig mogelijk kunnen vasthouden. Als ze dus wel of agressief worden, of heel erg angstig worden, of willen weglopen. Nu moet ik wel zeggen dat ik moet hem elk jaar opnieuw doen, die training, dat examen. En hij is nu afgelopen jaar is hij weer iets aangepast. En het kan best zijn dat, want ik zie wel eens dat restrainen, hoe noem je dat ook alweer in het Nederlands? Oh, begrenzen. Ik zie dat soms in Nederland ook bij andere ouders, of ik hoor ervan, of ik zie het. Dat het weer een hele andere manier is van vasthouden of begrenzen dan wat we in Amerika leren. Ik zie hier vaak dat het ook helemaal op de grond wordt neergezet. Wij leren vooral om hun torso rechtop te houden. En vaak doen we dat ook met z'n tweeën. We zijn sowieso niet alleen met de kinderen. Want dat kan weer driehoeksverhalen natuurlijk uitnodigen. Maar in ieder geval, als dat geweldloos verzet een beetje in die trant is, dan... Ja, maar ik weet het dus niet zelf hoe dat zit. En de andere vraag die ze vroeg over, ken jij instellingen die gespecialiseerd zijn in hechtingsproblematiek? Nou, dat is een beetje een dubbel antwoord wat ik ga geven. Want mijn dochter heeft dus bij Julius gezeten, polyhechting. En dan zou je denken van, nou, dan hebben ze er natuurlijk wel het een en ander van gehoord. Ik voel me heel erg dankbaar en ik voelde me heel erg bevoorrecht dat ik zoveel jaren zo goed door Julius ben geholpen. Dus wij zaten bij de tikpolie, want mijn dochter heeft ook Gilles de La Tourette. Maar we kregen ook wel eens behandeling op de polyhechting. Maar we zijn heel blij, maar toch moet ik zeggen, echte traumabehandeling hebben we niet gehad. Echte traumabehandeling heb ik altijd om... de behandeling bij Julius zelf gevonden, zelf betaald en zelf geregeld. Dus ja, een instelling die gespecialiseerd is in hechtingsproblematiek, ik weet het niet. Ik zou moeten zeggen Julius, want ze hebben een polyhechting. Dus ja, ik woon in regio Rotterdam, dus dat is wat ik dan weet. En andere instellingen, ik zou het echt niet weten. Ik hoor alleen heel veel verhalen van... op een gegeven moment hoor ik al die namen ook die dan voorbij komen van die instelling. Maar die komen toch uiteindelijk dan weer naar mij toe. Omdat ze dan al of ze staan heel lang op de wachtlijst. Ik geloof dat er bij Julius ook een wachtlijst is van, I don't know hoeveel maanden. En dan Curium en al die namen die ik altijd voorbij hoor komen. Uiteindelijk komen de ouders toch nog mij van, ze hebben een bepaald traject, een bepaald behandelplan, werkt niet, of een klein beetje. En die zijn allemaal zoekende. Dus ik zou het echt niet weten. En ze kunnen zich misschien wel noemen, we zijn gespecialiseerd in hechting. Maar dat betekent niet, ja, dat het dan ook... Want ik zou dan vragen, oké, wat zijn jullie resultaten dan? Als jullie echt gespecialiseerd zijn, dan zou het op een gegeven moment ook weer geheeld moeten worden. En ik heb nooit al die methodes, strategieën die ik uit Amerika heb geleerd, nooit op Julius gekregen. Het was altijd, we gaan... een gesprekje voeren. Dus we gaan een gesprekje voeren met Jasmine. Want Jasmine, je hebt dat en dat en dat gedaan. Dat mag je niet doen. Nee, dat weet ik. Dat mag je niet doen. Een week later deed ze het weer. Ik ging dan ook... we hadden dan systeemtherapie. Dus het is niet helemaal zinloos. Het is wel zinvol om te kijken hoe zien de systemen eruit. En hoe ga je om vanuit je eigen jeugd met je kinderen nu. En in relatie van nu. Dus ik vond het allemaal wel interessant. Maar er is niet echt gewerkt aan de... wat Bruce Perry dan zegt, de neuroplasticiteit van het brein. Je kunt de neuroplasticiteit van het brein kun je zo beïnvloeden met allerlei therapieën die gelukkig steeds meer bekend worden. Nou, dat heb ik in die jaren nooit bij jullie zelf gekregen. Dat was altijd elke keer cognitief. We gaan een praatje maken. Ja, dus dat heb ik wel geleerd in de afgelopen periode. Dat niet echt iets is wat dan ook werkt. Het hoort er wel bij te zitten, maar niet echt het enige. Even kijken. meer is. Ja, dit is een mama. Die wilde mij ook een stukje schrijven, in een stuk laten weten dat ze hele goede ervaringen heeft met EMDR. Nou, dat komt altijd wel een beetje voorbij, hè, als mensen vragen van wat kan ik nou eigenlijk doen voor mijn kind met hechtingsproblemen. Ik heb zelf ook hele goede resultaten gehad, mijn dochter, maar ik zelf ook, met trauma's en EMDR. Dus als je zit te kijken en je bent nog op zoek naar echte traumatherapie voor je kind. EMDR is een hele goede neurofeedback. En dan echt goed kijken, hebben we een therapeut die even een cursusje heeft gedaan, een weekend ergens. Of hebben we iemand die al 4 levels heeft gedaan vanuit de neurofeedback. Ik heb zelf iemand in Den Haag, Frank Krijgsman. En dat is echt zo'n goeroe die ook regelmatig naar Amerika gaat en aan projecten meedoet, onderzoek meedoet. Met neurofeedback en neurofield. Dus ook, ik zou je altijd willen uitnodigen, ga heel goed kijken. Want iemand kan zich EMDR-therapeut noemen en heeft hij 1 cursusje gedaan. Of iemand heeft al jarenlang ervaring. Dus dat zijn allemaal wel hele belangrijke dingen om ook uit te zoeken. Dus EMDR, neurofeedback en Frank Krijgsman heeft ook neurofield. Ik heb heel veel hele goede resultaten gehad met Thomas Tiso. Ik hoor mensen er nooit over, maar het heeft voor ons voor echt een klein wondertje gezorgd. Dus zou ik ook echt willen adviseren of uitnodigen om dat uit te zoeken. Dat is een bepaalde luistermethode. En in Amerika zag ik het weer voorbij komen. Daar heet het ILS. En de Thomas Tiso in Nederland is eigenlijk nog uitgebreider dan ALS in Amerika. Maar daar hebben ze ook al hele goede resultaten mee. Dus je kind krijgt gewoon een koptelefoon op en gaat dan iets doen. En het moet dan iets van een... eigenlijk iets van een building activities zijn. Dus ook een puzzel maken of Lego of iets met of knacks. Weet je, dus een beetje een opbouwende activiteit of tekenen. En dan, ik heb daar volgens mij ook een podcast over gemaakt, een poosje geleden met Monique Wildschut. Dus als je dat interessant vindt, dan kun je naar mijn YouTube kanaal gaan. En dan zie je daar een podcast van, daar staat ook Thomas Tiso, als je dat interessant vindt. Dus dat is ook een hele goeie. En HeartMath, daar ben ik nu ook aan het uitzoeken. Ik ga dat altijd eerst op mijn eigen kinderen ook oefenen, voordat ik het met jullie deel. Maar daar heb ik ook over gehoord de afgelopen periode dat ik in Amerika zat. HeartMath. Het heeft ook een Nederlandse website. En dat is ook iets met je hartritme, met een telefoon en een apparaatje. Dat schijnt ook echt heel erg rustgevend te zijn. Dus er zijn echt wel wat... echte traumatherapieën, waar je dus niet hoeft te praten en waar je dus echt met de neuroplasticiteit van het brein bezig gaat. En dat is dan een heel moeilijk woord voor wat ik altijd zeg, nieuwe weggetjes aanmaken. En nu hebben we heel veel, hoe meer trauma je in je brein hebt, hoe meer stukken brein offline staan. Dus het is gewoon geen activiteit, als zou je daar een scan van maken. En wat je wil is gewoon veel meer activiteit. En dan ook nog de juiste activiteit. Want het gaat ook nog weer een stukje technischer met alfa, beta, terra. Dus dan heb je te veel terra en te weinig alfa. Dan wordt het een beetje ingewikkeld. Maar dat is wat je met al die therapieën die ik nu net heb opgenoemd. Dan kan je al heel veel bereiken. Dus dat is nog los van de tools die we dan in Amerika die we integreren in het dagelijks leven, zeg maar. Dus het is gewoon een compleet pakket wat je eigenlijk voor je kind kan inzetten. Maar goed, EMDR is daar een heel goed onderdeel van. Ik zag dat de mensen hadden geantwoord. En Irene zegt daarover: hoi Esther, ik heb zelf ook veel gehad aan EMDR. We hebben het ook besproken voor mijn zoon van 7. Zitten nu midden in een verhuizing. En heeft er recent 2 broertjes bij. Oeh, pittige tijden, nog tips. Ik neem aan dat je dan met iemand anders bent gaan samenwonen. Dus dan heb je een samengesteld gezin. En dat is voor niemand makkelijk, maar helemaal niet voor kinderen die niet veilig gehecht zijn. Ik heb zelf ook in die situatie gezeten. Dat vinden onze kinderen echt super, super, super lastig. Nog tips? Ja, ik vind het altijd lastig om dan zo heel op zo'n kort berichtje dan tips te geven. Ik denk dat het vooral ook goed is voor je zoon dat je snapt dat het voor hem als totale chaos voelt. neem aan dat je met een andere papa gaat samenwonen dan, maar dat vul ik nu even in. Nee, misschien moet ik dat niet doen, want misschien klopt dat helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook... ik vind het moeilijk om te zeggen wat ik kan adviseren, Irene. Maar als je in ieder geval snapt dat als je kind onveilig gehecht is, je zoon van 7... en verhuizing is al heel heftig voor iedereen... dan weet ik niet of je gaat samenwonen met iemand... of dat het wel zijn eigen papa is... of dat het zijn broertjes zijn... of misschien 2 broertjes van de nieuwe papa... Oh, zijn vader en ik zijn uit elkaar en naar iemand. Oh ja. Ja, dus dan ga je waarschijnlijk nu samenwonen met een nieuwe papa. Ik dacht ook toen met mijn huidige man en mijn dochter... Oh, ik ga een nieuw hoofdstuk beginnen en dan gaat het allemaal goed komen. Nou, dat heeft 10 jaar geduurd. Mijn man, dus eigenlijk haar stiefpapa, maar dat is de enige papa die ze kent... die heeft zij dus de eerste 10 jaar... totaal genegeerd. Het was echt zo moeilijk. Ik had het hem ook echt zelf niet na kunnen doen. Maar 10 jaar lang heeft ze gewoon geweigerd om maar enige aandacht aan hem te geven. En ik weet nog zelf... het zijn wel eigen broertjes. Oké. Van 2 en 4 maanden. Oké. Ja, dus hij heeft al in de loop van de periode allemaal nieuwe situaties erbij gekregen. Ja, onze kinderen kunnen daar gewoon veel minder goed tegen. Maar goed, daar ben je altijd zelf ook al achter gekomen. En dat kan ook heel lang duren. Maar het is dan ook weer niet hopeloos. Dat kan ik je dan wel weer vertellen. Ondanks dat het bij ons heel lang heeft geduurd voordat ze het heeft geaccepteerd. Is er nu wel beter contact. Het zal nooit helemaal... zoals bijvoorbeeld mijn man het heeft met zijn eigen zoon zijn. Maar het is wel veel beter. Maar het heeft heel lang geduurd. En tips. Dan zou ik iets meer ook van jouw situatie moeten weten. Maar het eerste wat in mij naar boven komt is... Heeft hij wel een eigen kamer? En ik weet niet hoe rustig of onrustig dat is, die situatie met die kamer. Wat we in Amerika ook altijd adviseren. Als hij misschien onvoorspelbaar gedrag laat zien. Of naar je kleine kinderen. Of naar jou. Wij hebben op het kamp op alle deuren gewoon een alarm. Die heel makkelijk aan kan. En dan hoef je nooit naar hem te vertellen. Dat het op de deuren zit. Omdat hij zo lastig is. Maar dat draaien wij altijd om. Wij zeggen altijd. Wij willen dat jij veilig bent. Wij willen dat je weet dat we altijd... Dat we weten waar jij bent, zodat we er altijd voor je kunnen zijn. En ondertussen hang je dat eigenlijk op om hem goed in de gaten te houden. Maar dat doen we ook altijd allemaal omdenken en omuitleggen. Dus het zou fijn zijn dat hij in ieder geval het gevoel heeft dat hij zelf een fijne, veilige plek heeft. Ik weet niet hoe hij in de nacht en in de avonden is. En ik weet ook niet hoe hij naar zijn broertjes is. Mijn dochter is in de hele lastige jaren... was het niet veilig om haar bij haar broer te zetten. Dan ging zij dingen doen die niet handig waren. Nou, dan zeg ik het heel netjes. Dus dat zijn allemaal wel dingen die je goed uitgewerkt moet hebben. Dat je in ieder geval wel je zoon veilig houdt. Eigenlijk ook veilig houdt voor zijn eigen gedrag. Maar ook je 2 andere kinderen veilig houdt tegen zijn gedrag. Nou, ik hoop dat je daar iets aan hebt. Als je nog meer vragen hebt, dan mag je ze nu stellen. Wat voor meer nog tips? Nou, en ik weet wel dat overgangen vinden onze kinderen heel lastig. Maar dat betekent dus van spelen naar eten, van eten naar bed, van in bed liggen naar slapen. En daar zou je wel heel veel kleine contactmomentjes of bonding activities in kunnen verwerken. Ik weet niet of je hem kan aanraken, maar aanraken, s'avonds even een klein beetje voetjes masseren met een beetje lavendel. Geeft hem al een beetje meer een cozy gevoel. Ik weet ook als kinderen zich heel erg onzeker voelen en moeilijke periodes doorgaan. De zwaartedeken, ik had het er volgens mij vorige week ook al over. Ik hoor hem niet zoveel voorbij komen. Ik weet ook dat hij, als je hem regulier ergens wil kopen, dan... is het volgens mij ook heel duur. Ik heb daar in het verleden wel eens naar gekeken. Maar ik heb op een gegeven moment toen een site gevonden. Dat heet zwaartedeken.nl. Volgens mij is het een mevrouw in Almere. En als jij denkt dat jouw zoon dat fijn vindt. Ik heb hem toen voor mijn dochter gekocht. En als je hem via die mevrouw bestelt, is hij veel goedkoper. Want je doet gewoon een dekbed opsturen. En het liefst met... met ruiten, dus dan kan ze makkelijk stikken. Dus dan kan je voor een fractie van het bedrag waar je een zwaartedeken voor online koopt, kan je bij die mevrouw zo'n zwaartedeken kopen. En mijn dochter vond dat heerlijk, want dat is een beetje, als je die zwaartedeken over je lijf doet, heb je het gevoel dat je een beetje vastgehouden wordt natuurlijk. Dus dat is zomaar iets wat in me opkomt als ik naar jouw chat kijkt, Irene. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Irene zegt nog, dankjewel dat iedereen kijkt. Ik zie Paula en Marcia. Irene zegt nog, Puk is heel gek met zijn broertjes. Maar hoe verdrietig ook, laat ik ze niet alleen samen. Ja, goede tip van het alarm. Knuffelen kan ik eindelijk weer als hij naar bed gaat. Oké, nou dan kan je me in ieder geval wel aanraken. Dat zou je misschien nog een beetje kunnen uitbreiden. Wij hebben altijd als grapje op het kamp ook, dan zeggen we altijd 12 hugs a day keeps the monster away. Dus kijken of je dat op andere momenten ook kunt voor elkaar krijgen. Ik had laatst ook weer wat dingen van Bruce Perry in verdiept. En die zegt ook, eigenlijk moet je zoveel mogelijk gedurende de dag steeds kijken of je een bonding momentje kunt creëren. Nou, de mannen vinden het leuk om een beetje te stoeien met elkaar. Dat is zo niet wat ik fijn vind. Maar goed, daar zijn die mannen weer goed in. En wij zijn weer meer goed in of een knuffel of iets andere. Weet je, hè, die intieme momentjes creëren. Maar het is heel goed dat je ze gedurende de dag steeds heel even laat zijn. En Bruce Perry zegt ook, het hoeft niet gelijk uren te duren. Je hoeft niet echt 3 kwartier een hele knuffelceremonie te doen. Maar gedurende de dag steeds van die hele kleine interventies noemt hij het. En hij zegt ook van, natuurlijk is het goed als er hulpverlening is. Natuurlijk is het goed als je 1 keer in de zoveel naar een keer in de zoveel tijd naar een therapeut gaat of een behandeling hebt. Maar hij zegt, daarin ligt niet de heling van het brein. De heling van het brein ligt juist in die dagelijkse, hele kleine interventies. En wat hij dan ook zegt, is die protocollen die wij dan in Orlando leren. Die 6 R's van Bruce Perry. Dus dat zijn gewoon allemaal bonding activities. Die doen we dan gedurende de dag. Elke keer 5 tot 7 minuten. Maar dat is echt als je met traumatherapie of traumaoefeningen en traumatriggers aan de gang gaat. Dat kun je later misschien wat minder heftig voorbij laten komen. Maar wij zijn constant dan de hele dag bezig met kleine interventies. Maar die zijn leuk, want dat is een balspel, een handjeklap. Dat ene liedje van hoofd, schouders, knieën, tenenknieën. Allemaal van dat soort hele kleine interventies. Eigenlijk wat kleuterjuffen de hele dag doen. Dat doen wij ook nog steeds bij onze kinderen. Omdat dat dus de neuroplasticiteit van het brein veel beter ontwikkelt. Ik zie Sarah Frog meekijken. Nou, ze zal helemaal niet snappen wat ik zeg. En hi Sarah, I'm just gonna say something in English. Hi Sarah, I have a show. Is it a show? I share our knowledge from camp. Sarah is ook een van de Amerikaanse trauma-experts. Zij heeft al meer dan how many years of experience do you have, Sarah? I think like 20 or 30 years of experience. En dat maakt zo geweldig, dat kamp. Daarom, ik ga ook echt kijken of ik volgend jaar families mee kan nemen naar Amerika. Want Sarah, Karen, Nancy, Theresa, echt die dames die echt al 10, 20, 30 jaar, Nancy Thomas volgens mij al 40 jaar ervaring in de field, weet je. Dus je kunt wel over hechtingsproblematiek weten, maar werken met die kinderen is een heel ander verhaal. En Sarah is dus ook zo'n traumatherapeut. Ze woont volgens mij ergens, ik weet het niet, volgens mij ergens in Boston of zo. En het is zo mooi van die kampen, want ze vliegen echt overal vandaan. Of ze rijden 15 uur om dan op dat kamp allemaal vrijwillig te werken. Hè? Dus ik kom ook vrijwillig. Ik betaal mijn eigen ticket, ik betaal mijn eigen hotel, taxi. En ik zit daar ook de hele week vrijwillig op dat kamp. Maar dat doen zij ook allemaal. Maar ook al die vrouwen met 20, 30 jaar ervaring. En Sarah is daar eentje van. Nou, Sarah die gaat helemaal niks snappen van wat ik zeg. Maar ja, leuk dat ik zie dat ze kijkt. Als er nog andere vragen zijn, stel ze. Ik heb nog een kwartier. En anders ga ik even kijken wat ik nog meer heb. Ja, dit is ook weer iemand, een volwassene die op zoek is naar hulp. Moeilijk, hè? Maar ja, dit vind ik eigenlijk ook wel een hele goeie. Deze, die had ik ook voor vorige week al gepland, maar daar kwam ik niet aan toe. Dus van een mama. En die zegt... ik weet niet vanuit waar ze het heeft geschreven, maar er staat dus, ik denk persoonlijk dat we onderschatten hoeveel schade het ook bij de dan tot nu toe gezonde kinderen toebrengt. Dus zegt ze dus ook om iedereen passend onderwijs, dus allemaal in klas, met zorg en maat moeten geven. Het is voor kinderen in de klas met gedragsproblematische kinderen ook vaak angstig. Maar wat ze eigenlijk dus zegt is, dus de veilige hechte kinderen in de klas, die worden ook geraakt. Ze schrijft dan tussen haakjes gezonde kinderen, maar ik vind het een hele goede vraag in essentie, zeg maar. Want ze zegt ook, ja, veel verbaal geweld, deuren slaan, tassen smijten. De mentor van onze zoon werd uitgescholden op 100 decibel volume. Nou, ik zal de woorden even achterwege laten. De hele klas zat te trillen op de stoel. Maar de rector die langsliep had alleen aandacht voor de leerkrachten die er omheen stonden. Zo verdrietig. En onze zoon had om 1 uur 's nachts een huilbui, had erover gedroomd. En is continu op zijn hoede. Zijn amygdala en bijnieren maken overuren. Nou, dan deze mama weet al waar het over gaat. Dan zegt ze van, ja, misschien heb je ook iets aan deze opmerking. Ja, en dat weten wij natuurlijk maar al te goed. Want de ouders die kijken, die onveilig hechte kinderen hebben, maar ook veilig hechte kinderen, we snappen dus dat het dus voor iedereen in het gezin lastig is, maar dus ook voor iedereen in de klas. En daarom snap ik ook niet waarom er niet meer gebeurt. Als je ziet in Amerika, op die scholengemeenschappen en ook in andere instellingen en ook gevangenissen. Als je dus die traumasensitieve methodes gaat toepassen, krijg je een hele andere sfeer in de klas. Voor de getraumatiseerde kinderen. Maar dus ook voor de veilig hechte kinderen. Die ook inderdaad met angsten en beven op de stoelen zitten als die andere kinderen zo uit hun dak gaan. Dus daarom vind ik het ook zo belangrijk om dit beter bekend te maken en om stappen te maken. En als je dit dan zo leest, ja, dan vind ik het heel verdrietig dat gewoon een veilige hechte jongen op school zo van slag is dat hij daar 1 uur 's nachts van wakker wordt en dan moet huilen. Dus ja, dat is wel heel sneu inderdaad. Het is natuurlijk niet echt een vraag, maar meer een opmerking die eigenlijk ook wel belangrijk is. Ik heb nog 10 minuten, dus even kijken of... jullie mogen ook vragen stellen, hè? Dus als je een vraag hebt over je eigen gezin, over school, over iets anders. Je kan hem nu gewoon vragen in de chatbox. En dan kan ik hem nog beantwoorden. En je kan hem ook op alle andere momenten van de week ook stellen, want dan krijg ik ze hier weer allemaal in losse vragen. Dit is ook weer een volwassene. Even kijken. Dit is dan een andere mama weer. Ik heb een zoon van 12 met autisme. En van de week heeft ze gehoord van de orthopedagoge dat hij waarschijnlijk ook hechtingsproblemen heeft. Nou, dit is echt een verhaal. Een verhaal wat ik zo vaak hoor. Wat zegt mama? Dat roep ik al jaren bij de hulpverlening, maar niemand heeft het opgepakt. Nou, hoe vaak ik dat wel niet lees. Ik twijfel nu ook over zijn autisme-diagnose. Ze willen mijn therapie en dat is goed, denk ik. Ik zou alleen meer willen dat er mogelijk is. Ik heb er ook een rot gevoel over. Ik heb hem altijd al mijn liefde gegeven, maar dat was blijkbaar niet voldoende. Hij vertrouwt al vanaf kleins af aan mensen niet. En is nu sinds een jaar uitgevallen op school. Hij is heel veel alleen thuis. Ik vind het heel fijn, maar ik vind het niet gezond. Kun je me helpen met het wegwijs worden? Hoe ik hem nu kan helpen? Het zijn altijd van die hele heftige vragen dan gelijk. Heel vaak als therapeuten, praktijken... of psychiaters misschien zelfs ook, niet goed thuis zijn in de diagnose vroegkinderlijk trauma of hechtingsproblemen, is de kans natuurlijk veel lager dat je hem ook uiteindelijk krijgt, die diagnose. Nou, wat er dan gebeurt, is dat het vaak inderdaad richting autisme gaat, ADHD of PDD-NOS. Nou, meestal als ze dan kinderen wat ouder worden en als dan de therapeuten het gevoel hebben van ik kom hier niet uit of ik kan hier niks mee, dan vaak later, ja, het kan misschien ook wel hechtingsproblemen zijn, maar dan ben je inmiddels alweer een paar jaar verder. Ja, en ouders hebben vaak een onderbuikgevoel daarvan en dat herken ik heel erg bij mezelf. Ik was ook een aantal jaren heel erg aan het struggelen. We hebben ook autisme gehad, PDD-NOS, ADHD. Wat ik van Nancy heb gehoord, mijn mentor in Amerika, is dat als je Ritalin hebt gebruikt voor het ADHD-verhaal en het werkt niet, dan kan je er bijna de donder op zeggen dat het dus hechtingsproblematiek is wat dan ten grondslag heeft. Bessel van de Kolk zegt weer heel vaak. En daarin verschillen ze allemaal wel een klein beetje. De ene is meer zwart-wit, de ander is wat genuanceerder. Ik heb het ook weer opnieuw gevraagd aan Nancy. Maar als je zeg maar de paraplu hebt van autisme en de paraplu van het vroegkinderlijk trauma. Daaronder hangt natuurlijk van alles. Hè? Bij autisme is het natuurlijk echt hè, de Rainman-achtige types. En het autisme wat voor een leek bijvoorbeeld niet opvalt. Er zit natuurlijk van alles onder. En dat is bij vroegkinderlijk trauma ook. Aan de ene kant een reactieve hechtingsstoornis. En aan de andere kant gewoon licht onveilig gehecht aan ouders. Dat zijn natuurlijk allemaal hele verschillende beelden. Dan heb je natuurlijk ook bij het vroegkinderlijk trauma het hele externaliserende gedrag. Het hele angstige gedrag. Of het hele vermijdende gedrag. Dus dat maakt het natuurlijk allemaal heel erg complex ook om de juiste diagnose te stellen. De juiste diagnose stel je eigenlijk ook alleen maar door heel goed uit te vragen. Niet alleen naar de huidige klachtendiagnose. Niet alleen op de problemen op school. Maar wat voor zwangerschap had je? Hoe veilig voelt je moeder zich thuis? Wat voor andere familieproblemen en gezinsproblemen zijn er? En dat wordt vaak niet goed helemaal uitgevraagd. En dan heb je een grotere kans op een andere diagnose. Nou, wat ze dan ook erbij schrijft is dat ze zich natuurlijk heel naar voelt onder de diagnose. Ik heb altijd al mijn liefde aan hem gegeven, maar dat was blijkbaar niet voldoende. Nou, ik zou deze mama willen zeggen, het is wel voldoende geweest. En als je niet al je liefde had gegeven, dan had hij misschien er heel anders voor gestaan. Maar juist dat, doordat je hem altijd al die liefde bent blijven geven, staat hij waar hij nu staat. En het had nog veel erger kunnen zijn. En het feit dat het voelt alsof je niet goed je best hebt gedaan of dat je niet genoeg hebt gegeven, dat herken ik zo ontzettend goed. Maar dat is niet waar. Dus dat kan ik van moeder naar moeder zeggen dat dat niet waar is. Je hebt echt je uiterste best gedaan, je stinkende best gedaan. En jouw liefde heeft echt wel iets gedaan bij hem. Alleen moeten we nu nog verder kijken naar hoe gaan we dat nu oplossen. Ze schrijft ook, hij is uitgevallen op school en hij is veel alleen thuis. Ja, hij vindt het heel fijn. Ik vraag me af wat hij daaraan doen is. Ik weet dat onze kinderen het heel fijn vinden om te ontsnappen. Dus als hij thuis heel veel mag gamen, ja, dan vindt hij het heel fijn thuis, want dan hoeft hij niet te voelen. Maar hij moet juist van die apparaten af en hij moet gaan voelen. En hij moet met jou in contact zijn. En hij moet met jou in je oog gaan kijken. En hij moet skin-to-skin contact zijn. En hij moet echt met jou die traumatherapie aangaan en dat verbinden aangaan. Als je hem alleen thuis laat en hij mag op de apparaten, ja, dan zal hij zijn best maken. Maar ja, wat wij leren in Amerika, we moeten onze kinderen klaarmaken voor de toekomst. En dat is niet de meest makkelijke taak meer tegenwoordig. Maar je wilt dat ze later netjes bij vriendjes kunnen eten, netjes een vriendinnetje kunnen hebben, maar ze gewoon normale verstandhouding en een manier van omgang mee hebben aangeleerd. Je wilt ook dat ze goed stage kunnen lopen, dat ze straks een baantje krijgen, dat ze een studie doen. En iemand alleen thuis zetten en hem daar alleen laten, is misschien het minst, ik wou zeggen weg van de minste weerstand, maar dat is het natuurlijk niet. Dat is misschien voor de time being dan de oplossing. Maar niet voor de lange termijn, want je wilt dat hij dat gaat leren. Ik probeer het ook altijd in mijn hoofd te houden van, nu kan ik haar nog op zoveel gebieden begeleiden. Ik kijk altijd naar de veel lagere emotionele leeftijd die ze heeft. Dus dat kan je allemaal nog goed meehelpen. Maar er komt natuurlijk een periode dat ik er niet meer ben, of dat ik het niet meer kan. En dan moeten ze toch wel echt zelf aangeleerd hebben. Ook al zegt iedereen dat ze bepaalde dingen niet kunnen. Ik ga er altijd vanuit dat mijn dochter alles kan. Ook al duurt het misschien langer of later of met allerlei hulpmiddelen. Maar ik wil gewoon dat ze zo zelfstandig mogelijk wordt. Want anders gaat het natuurlijk straks niet goed. Hoe kun je me helpen? Wegwijzen worden in hoe hem te helpen. Dat zijn dan wel moeilijke vragen. En die zijn dan lastig om dat nu zo te beantwoorden. Ik zit even kijken naar andere vragen die er zijn gekomen. Irene zegt nog, mijn zoontje krijgt nu Ritalin voor zijn ongecontroleerde gedrag. Het helpt zijn hechtingsstoornis niet, maar het rent wel iets met de boze buien. Hij kan het eerder stoppen. Nou, als daar het Ritalin voor helpt en het helpt jullie als gezin, ja, dan helpt het. Normaal gesproken, dat is eigenlijk wat ik altijd hoor van de trauma-experts uit Amerika, is dat als Ritalin wordt ingezet en het werkt niet, dan is dat eigenlijk nog weer meer een checklist van oké, dan is dat het gedrag wat ze laten zien echt vanuit die onveilige gehechtheid. En ja, wat wij bijvoorbeeld ook altijd leren op de kampen, en ik heb dat ook straks in mijn boek omschreven. Je hebt zeg maar, jij noemt het de boze buien, ik heb het onderverdeeld in drama en drama queen aanvallen en woede en drift aanvallen. En wat we leren op de kampen is dat, eerst gaan we onderscheiden, is het aandacht strekken, hè, dus dat is eigenlijk bij die drama queens. Maar als het echt traumagedrag is, hè, dus die boze buien, dan is het ook gewoon een bepaalde vulkaan of een woede of een vuur wat eruit moet. En dat is wat we dus op die kampen dus eigenlijk aanleren. Zodra dus, wat ik dan het traumamonster noem, zodra dat eruit moet, mag het er dus uit. En dat is op een of andere manier, in Nederland is het een soort van nadan. Als die kinderen dus die hele agressieve buien laten zien, dan mag het er een soort van tussen haakjes niet zijn. Maar als je daar je mindset over verandert en ziet van, hé, het is een soort van, ja, een soort van aanval van iets wat eruit moet, dan kijk je er al heel anders tegenaan. Maar de kinderen hebben zo het gevoel van, het mag er niet zijn, dat het nog lastiger is om daar mee om te gaan. Nou, snap ik wel, als die op school is, dan is het niet handig. Maar thuis, hè, dus wat we ook op die kampen dan aanleren, hebben we gewoon een intervention room. Dat zou je op in je huis zou je dat ook kunnen integreren of creëren. Dat je een bepaalde ruimte hebt, of misschien heb je wel een kamer, waar hij dus uit zijn dak mag gaan. Want op die manier kan hij dus leren van, hé, nu ben ik dysregulated. Hè, dus dit is, dan laat hij dus dat hele onaangepaste gedrag zien. Dat is schelden, dingen kapot maken, overal tegenaan schoppen. Maar als hij daar dan uitkomt, dan kan je dus, waar ik het eerder over had, dat stappenplan weer toepassen. Van oké, wat gebeurde er nu zojuist? Nou, je ging natuurlijk helemaal uit je dag. Dan heb je misschien iets kapot gemaakt, of heb je iets rommelig gemaakt. Wat ga je doen om het goed te maken? Nou, dan moet hij dat goed maken. En daarna kan hij weer door. En nou goed, soms kan Ritalin een onderdeel zijn van je behandelplan. Maar los van het Ritalin krijgen voor de boze buien, is het ook fijn dat hij toch iets met die boze buien kan gaan doen op een structurele manier. Dus nou ja, dat is wat ik er nog eventjes over wilde zeggen dan. Ik zie dat het al bijna weer 11 uur is. Als er nog iemand eventjes op de valreep nog een vraag heeft, dan mag je hem nog even stellen in de chat en anders dan beëindig ik hem gewoon. Heb je deze uitzending nou gezien? Of je hebt hem op de tijdslijn gezien, maar je wil hem nog op een ander moment terugzien? Ik doe altijd alles downloaden op het YouTube kanaal. En dan kun je hem in een hele cluster kun je hem terugkijken. Want ik zet ze allemaal onder één kopje. Dus dan kun je alle Friday Facebook lives kun je terug. Nou, ik zou het niet kijken, want dan zit je een uur lang naar mijn hoofd te kijken. Maar ik zou ze gewoon terugluisteren. Ik weet dat heel veel mensen het op de fiets luisteren, gewoon op hun telefoon. En dan kun je hem dus op elk ander moment kun je hem terugluisteren. Nou, en waar ik mijn uitzending mee begon was dus dat ik dus voor deze zomer de Super Summer Rescue heb bedacht. Dus dat is eigenlijk een soort van super nanny bij je thuis. Ik heb het vorig jaar ook al een aantal dagen gedaan. En het is zo... ik vind het zelf ook heel erg interessant en heel leuk om te doen. Maar het is voor ouders die echt hands-on aan de slag willen gaan en een enorme stap willen maken, is het een hele goede manier om gewoon hands-on snel nieuwe succesgewoontes aan te leren. Ik ga binnenkort wel meer informatie erover delen. En ik heb niet zoveel plek, want ik heb maar 5 plekken. Er zijn al 3 geïnteresseerden. Maar dat ga ik nog wel meer met jullie delen als ik het meer uitgewerkt heb. Maar dat ga ik dus deze zomer doen. Dus echt een beetje de super nanny bij mensen thuis. Dus druk allemaal. Nou, en Binnenkort heb ik echt goed nieuws, want dan kan ik eindelijk vertellen wanneer het boek nou uitkomt. Dus ik heb eerst mijn Monster in huis, Monster in de klas boek. Dus dat is eigenlijk mijn e-book waar ik een volledig boek van heb geschreven. En dat andere boek wat dan ietsje later uitkomt, dat is Als Hechten Niet Vanzelf Gaat. En dat is natuurlijk eigenlijk speciaal voor jullie geschreven en ook door jullie geschreven. Er zijn heel veel ouders, die, voornamelijk mama's, die hebben meegeschreven aan de persoonlijke verhalen. Het zijn alleen zoveel persoonlijke verhalen geworden dat ik, daar moet ik nog iets mee, want die konden dan weer niet allemaal in het boek. Maar ik heb jullie, degene die hebben meegeschreven, ik heb al jullie namen verzameld en ik heb jullie verhalen anoniem gemaakt. En wie weet doe ik daar nog wel een boekje bij. Of, want het zijn zulke mooie verhalen. En ik, toevallig was ik gisteren met een andere lezing bezig voor de zorgwereld. En ja, had ik inspiratie nodig. En dan haal ik gewoon die verhalen erbij. En dan lees ik ze weer terug. En dan denk ik, oh, wat zijn die volgers van Als Hechten Niet Vanzelf Gaat. Coole ouders. Dus hebben ze mooie verhalen. Kwetsbare verhalen. Ontroerende verhalen. Dus wie weet ga ik nog wel een boekje maken met alleen maar verhalen van wat we allemaal meemaken. Maar goed, dat komt er ook nog weer aan. Dus ja, nou, ik zie geen verhalen meer van, of vragen. Oh ja, ik zie nog een vraag van Erika. Even kijken. Erika heeft een hele goede vraag. Van de psychiater kregen wij het advies om onze dochter vitamine D, magnesium en zink te geven om haar brein rust te geven. Ken je dit advies? Ik ken dat advies, ja. En het feit alleen al dat een psychiater zegt dat je voedingssupplementen moet nemen, dan heb je volgens mij een hele goede, Erika. Want meestal komen ze alleen maar met medicijnen vanuit de pharma. Ik weet van magnesium dat heel veel mensen, maar ook kinderen daar een tekort aan hebben. Dus daar meer van geven is heel erg goed. Ik weet niet welke... Want ik heb ook HBO-opleiding natuurgeneeskunde gedaan. En ik had mijn richting voeding. Ik weet wel dat sommige vitamines en mineralen hebben ook weer stofjes om zich heen nodig. Zodat ze ook goed kunnen opgenomen worden. Of goed getransporteerd kunnen worden. Dus of dit de hele goede complete package is om te nemen en ook dat het goed opgenomen moet worden, daar kan ik je nog niet over adviseren. Maar het feit, vitamine D is heel goed voor bij gedragsproblematiek, ja. Magnesium en zink. Dus heel goed. Echt heel goed, ja. Dus ik zou dat zeker ook aan je kind geven. Nog andere vragen? Erika zegt ook nog het liefst ook een dieet zonder tarwe en melk. Dat ken ik ook. Nou, in de hele lastige jaren van mijn dochter heb ik ook zoveel geprobeerd op het gebied van voedingssupplementen, bepaald dieet. Ik heb op een gegeven moment ook allemaal onderzoeken gedaan, ook via een arts in Maastricht. Die was verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Dus daar heb ik haar bijnieren laten testen met een speekseltest. Ik heb heel veel van dat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar ook allergieën en werking van stresshormonen en stresssystemen. Ik geloof er heel erg in. Ik heb daar ook heel veel geld en heel veel tijd en energie in gestoken. Ik heb niet echt hele erge goede resultaten daarbij gezien. Wat je ook schrijft, Erika, van tarwe en melk. We hebben verschillende malen melk, suiker en glutenvrij gegeten. Jasmin heeft dat een half jaar helemaal strikt gedaan. Met allerlei voedingssupplementen erbij. Ook allemaal hele dure speciale suikers van de hersenbreinsuikers. Ik heb nooit echt heel veel resultaat gezien. Maar ik geloof er wel in. Dus dat is misschien een beetje een gekke opmerking van mij. We hebben dat na een half jaar gewoon weer losgelaten. Ik merk wel dat Jasmin nu zelf een beetje aan het puzzelen is. Nu ze wat ouder is van wat werkt er nou wel? Hè? Moet ik nou wel brood eten, geen brood eten? Wanneer voel ik me nou goed, wanneer voel ik me nou niet goed? En ik weet dat er heel veel te doen is met tarwe en melk. Mijn dochter is ook nog half Indiaas. Dus ik weet niet, als je natuurlijk adoptiekinderen hebt uit andere landen. Wat ik wel heb geleerd toen vanuit mijn opleiding van vroeger, is de mensen met een donkere huid of met andere culturen, andere rassen zeg maar, die hebben vaak een minder goede verdraagzaamheid natuurlijk van koeienmelk. Wij zijn natuurlijk echt zo'n Noord-Europees land wat al heel veel generaties lang koeienkaas en koeienmelk drinkt. Dus wij hebben dat enzym beter ontwikkeld. Ik weet wel van bepaalde, Aziatische mensen kunnen bijvoorbeeld ook niet goed tegen koeienmelk. Dus dat is sowieso handig om dat eruit te halen. Wij eten ze thuis voornamelijk biologisch. En wij hebben eigenlijk nooit koeienmelk. Dus wij hebben altijd rijstmelk of havermelk. Dus het is zeker iets om het uit te zoeken. Ik weet ook dat sommige mensen met autistische kinderen, juist door die tarwe eruit te laten, weer goede resultaten boeken. Dus het is altijd goed om dat puzzelstukje er ook bij te nemen. Wat ook een hele interessante onderwerp is, dat zijn de neurotransmitters. Dat zijn serotonine, dopamine en acetylcholine en nog eentje. Dat is zeg maar de 4 belangrijkste neurotransmitters. Er zijn er meerdere. Een tekort aan dopamine is natuurlijk druk in je hoofd. Een tekort aan serotonine ben je natuurlijk neerslachtig. Hè? Dus dan ga je antidepressiva slikken. Maar als je snapt waar bijvoorbeeld serotonine wordt gemaakt, dat is voor 80-90% in de darm. Dus dan zou je weer naar de darmen van je kind kunnen kijken. Hoe is de conditie van de darm? Dus nog voordat je naar het dieet gaat, ga je kijken van hoe is die darmfunctie? Hè? Hoe zit het met de probiotica? Heeft hij heel veel antibiotica gekregen toen hij jong was? Of heel veel medisch handelen, waardoor die hele die symbiose van die darmen uit balans zijn. Dus het is echt iets wat ook interessant is om dat erbij te nemen. Ik zou er ook uren over kunnen vertellen, maar dat wordt dan ook heel erg uitgebreid allemaal. Dus, maar er is heel veel mee te bereiken. Persoonlijk zelf heb ik er niet echt enorme resultaten bij gehad, maar ik geloof het wel. Ik geloof er wel in ook je voeding meenemen. Erika zegt nog in verband met bestrijdingsmiddelen die erin zitten. Darmen moeten gezond worden volgens psychiater. Nou, daar heeft hij wel heel erg gelijk in. Ik weet, in Amerika kwam ook weer de GAPS-diet voorbij. Dus GAPS heet dat. Dat is een heel bekend dieet. Ik heb volgens mij ook boeken van in de kast staan. Bestrijdingsmiddelen. Als je natuurlijk biologisch gaat eten, heb je dat natuurlijk niet. Waarom je geen tarwe eet, is omdat daar gluten in zit. En die gluten, dus ze hebben op een gegeven moment iets met het graan gedaan. Omdat er natuurlijk steeds meer grotere monoculturen zijn. En het reguliere brood zit volgens mij een gen in. Ik weet niet of dat in elk land al mag. Maar op een gegeven moment hebben ze aan die gen lopen sleutelen. Ik weet er niet het fijne van. Hè? Maar dan hebben ze aan die gen lopen sleutelen. Waardoor die glutenintolerantie echt enorm explosief gegroeid is. Waardoor onze kinderen niet meer goed tegen tarwe kunnen. Maar dat komt niet door de tarwe aan zich. Dat komt omdat wij eraan hebben gesleuteld. En er bestaat nog wel biologische tarwe. En niet genetisch gemanipuleerde tarwe. Maar dan moet je dus je brood bij de natuurwinkel halen. En die is 2 keer zo duur. De darmen moeten gezond worden. Ja, dat is natuurlijk een uitdaging voor eigenlijk alle mensen. Ze zeggen volgens mij ook, hoe gezonder je darm, hoe ouder je wordt. Dus je moet eigenlijk altijd in essentie ook goed aan je darmen blijven werken. En dat is een uitdaging, want we eten steeds ongezonder. Het drinkwater gaat toch, laat ik zeggen, ze moeten steeds meer moeite doen om dat weer schoon te houden. Door alle troep die we allemaal overal ingooien. Maar ik denk zelf ook dat zonder tarwe eten dat goed is, omdat je dan die ontlasting van die gluten hebt. Waar heel veel kinderen zo last van hebben. Dus en hij begon ook inderdaad over die neurotransmitters. Ja, het is echt zo interessant. Ik heb dit ook wel vaker verteld, dan ga ik wel afsluiten. Maar je hebt zeg maar de neurotransmitters, dopamine, serotonine. Maar je hebt ook nog oxytocine. Nou, daar hebben we het natuurlijk heel vaak over. En jullie weten ook dat het, dat is natuurlijk het hechtingshormoon. Maar Wim Gelderblom, ik zeg heel vaak zijn naam, die zit in Zeewolde. Hij heeft mij ook iets uitgelegd dat ik denk van, je kunt neurotransmitters hebben, dus de dopamine en de serotonine. Maar die moeten ook nog opgenomen worden. Dat zijn zeg maar die synapsen van waaruit ze dan opgenomen worden. En nu kun je bijvoorbeeld, stel je voor dat je wel serotonine en dopamine aanmaakt, maar het wordt niet opgenomen door de synapsen, heb je er dus nog niks aan. En die man, Wim Gelderblom uit Zeewolde, die heeft dus een homeopathisch middel. Dat is oxytocine, vasopressine. En dat is vasopressine. Want elke hormoon heeft een tegenhormoon. En dat is ook met die neurotransmitters. En dat homeopathische middel, dat zorgt ervoor dat de synapsen open gaan staan. Zodat je dus goed je neurotransmitters, maar ook je oxytocine kunt opnemen. Dus dat is eigenlijk een soort missing link tussen... Want je hebt het bijvoorbeeld ook over vitamine D, magnesium en zink. Je kunt het gaan slikken, maar als het vervolgens niet wordt opgenomen door bijvoorbeeld de darm. Ik weet niet precies waar die vitamine D, magnesium en zink worden opgenomen. Ik neem aan in de darm. Maar als dan vervolgens je darmen niet in een goede conditie zijn en het niet opnemen, dan wordt het nog niet opgenomen. Dus het is altijd een en. En dat hele neurotransmitterverhaal, Erika... Ja, ik heb geen tijd om me er allemaal in te verdiepen, omdat het ook weer een hele aparte studie is. Ik heb er een keer een 3-daagse training over gedaan en ik ken het vanuit mijn werk en vanuit mijn studie van vroeger. Het is zo interessant en het is ook echt een missing link, want je kunt heel veel met voeding doen, met allerlei natuurlijke, ik noem het kruiden, manier van eten. Kurkuma is natuurlijk ook een hele goede om toe te voegen in een dieet voor een leverontgift. Nou ja, zo kun je nog wel heel lang doorgaan. Maar er is heel veel te bereiken, ook met andere puzzelstukjes noem ik het altijd maar. En aan de ene kant hebben we natuurlijk de traumatherapie en de traumabehandeling. En ook gewoon altijd in contact blijven met goede traumapsychologen. Maar daarnaast kun je dus zelf ook als ouder heel veel doen met conditie van de darmen, kwaliteit van je eten. Dus ja, dat maakt het ook allemaal zo spannend en nooit klaar. Want je hebt altijd wel iets nieuws weer om je in te verdiepen. Nou, ik ben over 11 nu inmiddels. Even kijken of er nog andere antwoorden zijn. Er zijn geen antwoorden meer. Dus ik ga hem nu afsluiten voor vandaag. Nou, ik hoop dat jullie het interessant vonden om te kijken. Ik ga hem nu op de tijdslijn neerzetten en daarna op YouTube. En dan kun je me altijd nog weer op een ander moment terugkijken. De vragen haal ik straks ook weer uit deze uitzending. Die zet ik dan onder de video. Dus dan kun je per video kijken van zit mijn vraag erbij en... Ik zou er graag antwoord op willen en dan kun je hem kijken. Nou, ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot volgende week. Bye bye.